En de volgende burgemeester schuift alweer aan. Bart Seldeslags voor NVa uit uh, Kontig. Meneer gaat u rustig zitten hier bij Katrien, bij onze tekentafel. Want je hebt het misschien al gezien op radio2.be, waar mensen ons kunnen volgen. Iedereen mag zijn ideale gemeente tekenen, laten tekenen, laat ons dromen. Welk Kontig mag er hier op de kaart getekend worden? Ja, ik zou heel graag uh, terug een uh, aangenamer kontig maken met uh, heel veel investeringen in het openbaar domein. Uh, zowel een aantal pleinen die we willen volledig vernieuwen. Denk aan uh, uh, het Sint-Jansplein, Stationsplein, gemeenteplein. Uh, met heel veel zorg voor voetpaden, daar hebben we een inhaalbeweging nodig. Uh, en ook heel belangrijk, ik wil veel meer kwaliteitsvol groen. Uh, we hebben heel wat pleintjes, maar laten we die terug uh, kwaliteitsvol groen kunnen inplanten in de gemeente. Dat we die groene gemeente die we eigenlijk wel hebben, dat dat ook uitstraalt in de bevolking. Uh, dat we een mooie gemeente hebben. En maak dat nu eens concreet. Concreet meer, zelden Kwaliteitsvol groen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kwaliteitsvol groen wil zeggen dat er wat bloeiende planten staan, dat het mooi onderhouden is. Uh, als er bijvoorbeeld gras staat, dat dat ook wel afgereden is. Het moet niet overal graspleintjes zijn, dat kan ook uh, natuurlijke uh, pleintjes zijn, maar niet, niet in uh, de, de leefomgeving. Als dat een berm is, uh, dat kunnen we inderdaad in, in uh, maaien maar twee keer per jaar. Maar voor de rest, uh, dat dat kwaliteitsvol is aangeplant, goed onderhouden, uh, met heel veel bloemende planten. Hm? Ja. U bent uh, herverkozen als burgemeester. U bent het in, uh, in het verloop van de vorige legislatuur gewonnen en heeft meteen een historisch recordaantal stemmen weggekaapt in, in Contig. Wat doet dat met u als mens? Ja, dat, is, uh, dat was raar. Uh, het was zeker ook een heel rare periode voor mij, want mijn, uh, mijn papa was pas overleden de week uh, daarvoor. Uh, dus ik heb uh, de, de vrijdag met mijn papa begraven en dan uh, zondag uh, eigenlijk een gigantische verkiezingsoverwinning gehaald. Dus dat was, dat was heel bevreemdend. Uh, heel dankbaar. Uh, dus allee, ik, ik heb er hard voor gewerkt, doe er mijn best voor en blijkbaar rendeert dat toch wel. Hm. Ja, wat is het uh, succes? Het geheim van het succes, laat me het zo vragen. Ja, dat is een goede vraag, natuurlijk. Als je dan in iedere burgemeester zou vragen, is dat een vraag van 1 miljoen, denk ik. Ik denk bij mij in ieder geval, ik probeer mijn best te doen, ik probeer heel hard voor te werken. En naar alle mensen luisteren, wie dat ook is, als ik iemand kan helpen, wil ik met heel veel plezier altijd proberen. Ja, want als ik een beetje stout ben, dan zeg ik dat een inwijkeling uit Leuven Bierbeek eigenlijk een echte contigenaar is geworden. Inderdaad, dat klopt. Dus ik ben van de echtgenote gevolgd. Dus ik ben met mijn vrouw gevolgd naar het mooie kont. Waar ik ondertussen heel gelukkig ben. Uh, maar ik ben inderdaad afkomstig vanuit het Leuvens En hebben ze u in hun hart gesloten? Hoe ging dat in het begin? Uh, dat viel heel goed mee, hè. maar dan kon ik ook een hele warme gemeenschap. Uh, dus dat, dat was wel oké. Okay. Ik uh, uh, ben daar eigenlijk heel rap aanvaard, dat is ook geen enkel probleem. Uh, en natuurlijk moet ik daar zelf de inspanningen voor leveren. Ik ben uh, wel een actief in, in verenigingen. Uh, en dat gaat stap voor stap, komt dat voor zelf. Iedereen is ook altijd welkom bij ons in Torp. Hm? Ja, heel veel verenigingen. Want we hebben nu ook gevraagd: ja, wat doet u in uw vrije tijd? En u vult in vrije tijd. Welke vrije tijd? Ja, dat klopt. Hè. Dus, uh, als burgemeester uh, probeer ik heel veel aanwezig te zijn in het dorp. Uh, niet alleen in het dorp, ik zoek heel veel mensen. Uh, ik denk dat dat ook is waar, waar we voor verkozen zijn. We proberen mensen te helpen. Heel dikwijls zullen we ook gewoon nee zeggen tegen mensen, maar dan ook uitleggen waarom uh, dat we nee moeten zeggen, wat, wat de regels zijn. Uh, dus heel veel vrije tijd heb ik niet, maar ik heb ook wel heel doelbewust gekozen nu om bijvoorbeeld uh, professioneel fulltime burgemeester te zijn. Is dat echt nodig? Want sommigen nemen het erbij. Hoe zou het voor contig dan gaan, mocht u dat niet voltijds kunnen doen? Ik had vorig jaar, het gevoel, nee, vorige legislatuur, het gevoel dat ik net niet rond geraakt, hè. Uh, Maar vooral het belangrijkste is dat ik wil ook kiezen voor mijn gezin. Uh, ik wil niet uh, later binnen twintig jaar terugkijken en uh, dan bij mezelf bedenken wanneer is het tijd om mijn dochter is opgegroeid. Dus ik wil daar tijd voor vrijmaken. Uh, en dus dat is de keuze die ik gemaakt heb. Hm. Ja, want uh, als we u gevraagd hebben naar uw dromen als kind. U wilde blijkbaar altijd al politicus worden. In de volgorde gemeenteraadslid, schepen, burgemeester. Je zou kunnen zeggen: die droom is uitgekomen. Ja, wacht dan nu het grote zwarte gat wat dromen betreft. Nee, absoluut niet. Uh, Alleen bedoel ik uh, inderdaad altijd wel graag uh, burgemeester willen worden of allee, eigenlijk politicus. Hè. Uh, ik vond uh, gemeenteraadslid altijd uh, al enorm uh, een eer om dat te mogen zijn. Uh, ik ben direct van gemeenteraadslid. Allee, ik was eerst eigenlijk ocw raadslid in Bierwee. Ik ben dan onmiddellijk schepen geworden in Kontig. Uh, dus ja, dat is een droom die uitkomt. Uh, dat is een, een heel boeiende job, dus ik doe dat enorm graag. Uh, maar hoeveel mensen kunnen zingen dat je een droom kunt waarmaken. Dus ik ben heel gelukkig. Hm. Zijn er nog andere passies los van dat politieke leven? Uh, ja, absoluut. Ja. Ik ben, uh, ben zelf historicus uh, uh, en ben heel veel bezig met mijn geschiedenis. Als ik dan toch nog tijd heb, uh, zowel met, met mijn heemkunde als eigenlijk, uh, met een aantal dingen verzamelen. Dus uh, daar steek ik eigenlijk wel veel tijd in. Ja. Ben je bent nog assistent van Bart de Wever geweest, heb ik begrepen? Nee, ik ben geen assistent geweest. Ik ben uh, student geweest ah. bij Bart de Wever. Uh, als Bart uh, zelf uh, assistent was, uh, heb ik bij hem uh, mijn thesis mogen schrijven. Ja. En is daar nog altijd een, een, een vriendschap uit Geroepen? Jullie zitten in dezelfde partij. Jij zit in zijn partij of hij bij jou? Het is maar hoe je het bekijkt. We zitten samen in dezelfde partij, dat klopt. Ja, ik ken hem goed vanuit de studentenjaren, maar het is niet dat ik bij Bart de deur plat loop In tegendeel zelfs. Bart heeft een hele drukke job, ik heb ook een drukke job. Maar als we elkaar nodig hebben, ben ik er zeker van dat we bellen dat we elkaar zien. Hm? Ja, laten we nog eens even naar die tekening hier kijken die, die gemaakt wordt van jouw Kontig met veel bloeiende bloempjes. Is dat, om dan terug naar die passie te komen, hoe jij de geschiedenis wil ingaan in Contig? Uh, ik wil graag de geschiedenis in gaan als een burgemeester, die mee voor die probeert waar te maken wat uh, de mensen in Content graag hebben. En ik denk dat een groene gemeente daar zeker eentje van is. Bart Zelde slags, burgemeester van Content, dank voor je komst. Dank u wel.